De afgelopen jaren zijn vapes steeds populairder geworden onder jongeren. En artsen zien steeds vaker de gevolgen hiervan. Daarom voeren zij vandaag een landelijke campagne om ouders en jongeren te waarschuwen voor de gevaren van vapen. Ook kinderlongarts Milan Tipourier van het Rappert UMC doet mee aan deze campagne. Longklachten, concentratieproblemen en hersenschade. Artsen zien steeds vaker jongeren met deze klachten tijdens het spreekuur. De populariteit van vapen stijgt. Maar de meeste jongeren en ouders weten niet wat de gevaren zijn. Mensen kennen de gevaren van roken, van de gewone sigaret. Maar van vapen, daar zit heel veel nicotine in. Dus het werkt verslavend. En het kan echt heel snel verslavend zijn. En in één vape zit ook meer nicotine soms dan in twee pakken sigaretten. Vapende jongeren gaan 3 keer zo snel over op ook sigaretten. Dus ja, uit alle onderzoeken blijkt ook dat starten met vapen, dan denk je, ja, het is alleen nicotine en niet de kankerverwekkende stoffen die al heel bekend zijn in sigaretten. Maar je hebt een 3 keer zo grote kans dat ze uiteindelijk toch ook sigaretten gaan roken. Vapen vergroot niet alleen de kans op een verslaving. De hoge concentratie nicotine heeft ook een schadelijk effect op de gezondheid. Naast verslaving kan het ook lange termijn effecten geven op de hersenen, wat ook onherstelbaar is. Een van de andere klachten die we ook vaak zien, en ook bij kinderen, maar ook bij volwassenen, is dat het vapen en de nicotine die daarin zit ook psychische problemen kan geven. Concentratieproblemen en ook gewoon lichamelijke klachten. Ook dat is iets wat we zien. Volgens de artsen is het zorgelijk dat de tabaksindustrie jongeren verslaafd maakt zonder deze risico's te vermelden. Want wij vinden als artsen, en daarin sta ik niet alleen, daarin zijn we met meer dan 100, dat ouders goed geïnformeerd moeten zijn wat die risico's precies zijn. En dat de overheid dus ook zijn taak hierin moet oppakken om hier ook eigenlijk een stokje voor te gaan steken.